55 jaar lang floot hij als scheidsrechter wedstrijden in heel Oost-Nederland. Maar nu mag hij niet meer. Van de dokter, hartritmestoornissen, waar hij begin dit jaar voor het eerst mee te maken kreeg, doen de 83-jarige Hengeloer Gerard Post de das om. Maar nu blijkt floot hij begin vorig jaar al zijn laatste wedstrijd. Gerard, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, weet je dat eigenlijk nog, die laatste wedstrijd? Want je wist toen misschien nog niet dat het je... Nee, dat was bij ATC, zaterdagmorgens om 9 uur. Vloot ik daar die wedstrijd. Uitslag? Dat weet ik nog niet meer. Maar het was net voor de corona-uitbraak. Ja. En dat was een leuke pot. Hoeveel rode kaarten? Helemaal niks. Helemaal niks? Nee, die geef ik niet. Die geef ik niet. Je moet gemoedelijk met de jongens omgaan en dan breng je meer mee dan maar gele en rode kaarten. Weet u trouwens uw allereerste wedstrijd als scheidsrechter? Dat weet ik nog wel. Dat was in 1966 de Meren 3 tegen voetbalvereniging Jutphaas 6. En ik weet dat de Meren de eerste goal maakte. En ik had daarvoor, die zaterdag daarvoor, had ik nog gevoetbald bij SSVU. En wij stonden samen mooi in de middencirkel te wachten dat de scheidsrechter floot voor het begin van dat 1-0 stand, hè. Maar die scheidsrechter, dat was ik zelf, maar ik floot niet. Ik zat er te wachten. En toen zeiden de jongens tegen mij van... Scheids, je moet fluiten, want we willen verder voetballen. Ik zei, oh ja, ik ben nu scheidsrechter. dat was een hartstikke mooie belevenis. En nou, het is toch altijd goed gegaan. Want u was gewend om als voetballer op het veld te staan? Ja, ik stond als voetballer. Die week daarvoor was ik nog voetballer bij SSVU. In het eerste. Ja. En een week later was ik scheidsrechter. Wel in het eerste, want ja, er is wel zo'n dingetje dat ze zeggen... ja, scheidsrechters zijn een beetje gemankeerde voetballers. Nee, ik zat bij de spoorwegen en ik zat in de drie ploegendienst. En als we dus vroeger dienst hadden, dan kon ik 's middags in het eerste meedoen. Als er later dienst had, dan moest ik 's morgens in het derde meedoen, om 9 uur of om 10 uur. Mm-hmm. En zat je net op de grens van de dagdienst of de dagdienst, dan kon je nog eventueel overdag ook nog een keer in het eerste of invallen. Ja. Dat lukte nog wel. Maar wat is de reden dat u hebt besloten om scheidsrechter te gaan Ik vond dat niet leuk meer, want je had iedere week een ander team. Ja, ja. Je had nooit dezelfde jongens bij je, want om de 3 weken zat je in een ander erfval. En daar wen je niet. Maar ja, als u scheidsrechter wordt, dan fluit u iedere week een ander team. Ja, maar dat ligt heel anders. Dan ben je neutraal. Ik heb ook nooit, zoals bepaalde verenigingen in Hengelo, heb ik nooit in de competitie gefloten. Ja. Juliana mocht ik niet fluiten. Want je bent een inwoner van Hengelo en dan moet je daar afblijven. En dan was u niet neutraal genoeg, onafhankelijk genoeg? Nee, dan was je niet neutraal genoeg. Want ik had zelf 2 jongens en die voetbalden bij Juliana. Mm-hmm. En dat ging niet. Dus geen partijdig fluiten? Maar daar ben ik nooit geweest, hoor. Ik ben nooit partijdig geweest. Ze hebben mooi ook nooit omgekocht. Ik kan je wel één dingetje vertellen. Ik had een keer een belangrijke wedstrijd. En toen mijn warming-up had gedaan, toen kwam ik dus in de kleedkamer. Toen lag er 100 gulden. Ja, en dan moet je even sterk staan, hè. Want als je die 100 gulden kunt gebruiken, dat was nog gulders. Als je die kunt gebruiken en je bent zwak, dan stop je het in je zak, hè. Maar dan moet die vereniging wel winnen. Maar ik heb mooi laten liggen. Maar in de rust was het weg, want toen stonden ze achter met 2-0. Hij fluit niet goed voor ons. Nee. Nee, maar toen stonden ze u niet af te wachten na de tijd? Zo nee, van, heb ik nooit gehad dat ze mij op stonden te wachten. Nee. 1966, de eerste wedstrijd, dat is een hele lange tijd geleden. Ja. Ik was er nog lang niet. Wat is er nou veranderd in die tijd? Zeg maar, bent u zelf anders gaan fluiten? Was uw laatste wedstrijd, stond u daar anders als die eerste? Nee. Ik ben helemaal niet anders gaan fluiten. Maar alleen, je krijgt door je ervaring krijg je veel meer problemen met je trainers. Ik heb altijd... met spelers heb ik nog geen problemen gehad, maar wel met trainers. Want je ziet het zelf in het betaalde voetbal. De vierde man die daar staat, wordt continu aangesproken door de trainers. En waarom? Je bereikt er niks mee. Je wordt alleen nog maar op een gegeven moment steeds verder achteruit geduwd als trainer zijnde. Mm-hmm. Hè, door die vierde man. Ja. Nou, die zeggen op een gegeven moment... Wat doet dat met u als scheidsrechter? Anders is wordt gepusht van de zijkant. Is dat juist heeft dat een averechts effect voor de club? Ja, even een averechts effect. Niet bij mij gaat, maar er zijn scheidsrechters die er eer gevoelig voor zijn. En dat is gewoon jammer. Mm-hmm. Want u zei ook net, ik ben niet van de gele en rode kaarten. U heeft dus, hoeveel heeft u eruit gedeeld in uw leven? Nou, niet zo gek veel. Want we hadden dus in het begin hadden we geen rode kaarten. Hè?
En gele kaart, dat was nog officiële waarschuwing. Eén dingetje, een mooie anekdote, wil ik nog even vertellen. Ik vloot een keer in Zwolle bij Doornspijk Elburgse Sportclub. En dan komen we er weer op die gele kaarten terecht. Ik had regel 18, hè. Er zijn 17 spelregels, maar ik had regel 18. Dat is eigen. En er was op een gegeven moment een speler... die kreeg van mij de tweede officiële waarschuwing. Twee forse overtredingen. En ik zeg, trek je jas maar aan. In de stromende regen. Dat moet ik erbij zeggen. Ik zeg, trek je jas maar aan. Hij weg, met een rotgang naar de kleedkamer. Even later komt hij er weer aan. Scheids, ik heb de jas aan. Ik zeg, ik zie het. Kom binnen. 2 minuten voetballen met die regenjas aan en dan uit. Dus die speler van Elburgse Sportclub, die ging op een gegeven moment dus met de regenjas 2 minuten voetballen. En toen trok hij hem uit. Na de wedstrijd heb ik dat doorgegeven aan de KNVB Zeist, waar ik zat zelf ook in de strafcommissies. En 3 weken later toen belde hij mij op. Want ze weten wel wie die scheidsrechter was en waar je wegkomt. Hè? Mm-hmm. Hij zegt, scheids, ik heb nog niks gehoord van die officiële waarschuwingen dat je mij eruit gestuurd hebt. Ik zeg, daar hoor jij ook niks van, vriend. Hoor ik daar niks van? Ik zeg, nee. Ik zeg, een fout die ik gemaakt heb, hoef jij niet voor te boeten. Ik zeg, ik heb een fout gemaakt. Ik zeg nooit meer tegen een speler, trek een jas maar aan. Daar leer ik ook van. Ja. U was soms wel wat onorthodox in de regelgeving. Ja, precies. Was dat dan regel 18? Dat was voor mij de regel 18. Ja, precies. Ja. Zo had ik wel meer. Even de regenjas aan. Ja, kijk, en dan kun je dus een officiële waarschuwing doorgeven. Dat heb ik ook wel gedaan. Maar ze hebben zich rot gelachen in Zeist over dat zo opgelost had. Maar mooi dag, hè? Zeg, als u zelf zeg maar, zou moeten vergelijken met een scheidsrechter van nu, hè? Heeft u dan een even knie? Nee, scheidsrechter dat was mijn man in Utrecht. Die heeft me opgeleid, 4 wedstrijden heeft hij bekeken. Hij zegt, Gerard, je gaat de Wijmer in, dat gaat allemaal goed bij jou. Ja. En ik ben gaan fluiten na 4 avonden theorie. En de spelregeltechnisch ben ik niet iemand. Ik heb ook nooit aan spelregelwedstrijd meegedaan, want daar had ik niet zoveel behoefte aan. Ik ben 15 jaar trainer geweest van de Engeloze Scheidsrechtenvereniging. Maar je moet als scheidsrechter toch de spelregels kennen? Jawel, maar ik ken de spelregels ook wel. Ja. Maar ik bedoel, ik deed er niet zoveel op uit. Ik ken de spelregels. Ja, ja, ja. Ik wist deksels goed wat een hoekschop en een strafschop en dergelijke was, hoor. Ja, ja. Maar nee. Je hebt mensen die zitten de hele dag in dat boek te lezen van de regels zus en regels zo. Nee, heb ik nooit gedaan. Maar wat is wat u betreft, u heeft superveel ervaring. Wat is nou het allerbelangrijkste? Want blijkbaar kon u met weinig gele en rode kaarten toch een team of 2 teams in bedwang houden. Dat het goed ging. Ik heb nooit geen problemen gehad met teams die elkaar op de vuist gingen. Wat is uw kwaliteit daarin? Wat is een goede scheidsrechter? Wat maakt dat? Persoonlijkheid. Ik ben een persoonlijkheid in het veld. Maar ik ga ook gemoedelijk met de jongens om. Als je maar een keer over de bal heen of zo. Maar zulke dingetjes. Ik weet nog, uit Engelo, daar hadden we een scheidsrechtertje. Die was 1,60 meter lang. Die lag iedere zondag, die vloot zondagvoetbal. Die lag iedere zondag lag die dus op een gegeven moment op veld. Maar als je daar tegenaan liep, dan lag hij er al. Het was een klein mannetje. En die is op een gegeven moment ook gestopt. Want die vond er niks meer aan. Nee, nou, nee. Dat krijg je dan ook. Ik heb dat nooit gehad. Maar heeft u dan ergens gewoon in het scheidsrechter worden echt ook obstakels moeten overwinnen? Ja, die zijn er wel geweest. Obstakels wel. Tuurlijk. Ik heb ook wel eens gefloten in Tarde. Die ploeg had je daarvoor een keer gehad en dat een beetje minder liep. En dat ik dus kwam en dan zette ik de auto niet op het sportpark neer. Maar dan ging ik op een gegeven moment wel ergens anders de auto neerzetten. Was ze kijken wel waar je naartoe gaat, hè? Ja? En ook 's avonds, als je dus op een gegeven moment die wedstrijd in de buurt hebt en ze weten je te wonen, dan zijn ze scheidsrechters waar ze eruit ingehoord hebben. Zo. Ja. En dat is niet de bedoeling. Nee, maar u leerde de fijne kneepjes van het vak en die horen er dan ook bij. Ja, die horen er ook goeie bij. Goede voorbereiding is halve werk. Ja. Voorbereiding is heel belangrijk. Warming up heb ik altijd gedaan. Een kwartier van tevoren warming up doen. Ook 1 uur van tevoren aanwezig zijn bij de verenigingen. Dat ze weten dat de scheidsrechter er is. Dat is mijn voorbereiding. En altijd met plezier. Was het uw lust in uw leven? Ja, nog wel. Het spijt me ontzettend erg dat ik...
dat ik gestapt ben. Nou ja, want ja, even om dan daarop verder te gaan. Vorig jaar dan is het de coronapandemie breekt aan. Voetbal wordt stilgelegd. U stopt ook met scheidsrechteren. Ja, dat was vorig jaar nog niet. Dat was dus dit jaar. Ik ben in juni gestopt. Ja, maar dat was pas nadat dat er iets voorviel begin dit jaar. Dat u de trap opliep thuis, geloof ik. Ja. Wat gebeurde er? Ja, ik ging naar boven vrijdagavond. Ik had voetbal gekeken thuis en mijn vrouw lag al in bed. En ik ga de trap op en ik ben 3 treden van boven. En ik kreeg een zak cement van 100 kilo worst. Boms. Maar ik heb 50 jaar EHBO. Is dat spreekwoordelijk? Of? Nee. Ja, spreekwoordelijk. Ja. Ja, maar zo'n gevoel is het, hè. Ja. Ik heb 50 jaar EHBO. En ik ben gaan zitten op een gegeven moment bovenop de overloop. Ik denk, het is geen hartstilstand. Gerard, dat is niet. Hartinfarct. Ik zeg tegen mijn vrouw, bel direct 112 op. Nou, dat kon ze niet, want die was helemaal in paniek. Ja. Heb ik zelf gebeld. Okay. En ziekenwagen, dokters erbij. En ik zou met spoed naar Enschede gaan voor een, hoe noem je het? Zo'n kastje? Ja, nee. Artspompen. Een hartmassage. Ja, maar ik was niet weg, hoor. Ik was wel even goed bij de tijd. Defibrillatie? Ja. Ja. Dat was het. En na een half uur toen zou ik dus op een gegeven moment daar naartoe gaan. En toen was het over. En toen zei die broeder, ja, we gaan je niet meenemen, want het is klaar. Maar ik had een uitslag van boven de 200. Mm-hmm. En dan voel je je heel rot, hoor. Ja. En de volgende week erop, woensdagavond, heb ik dan een lichter er weer overheen gehad. Nou, en ook direct via de huisdokter naar de cardioloog geweest. Alle onderzoeken gehad en zo. En in mei kreeg ik dus bericht van de cardioloog. Hij zegt, het is allemaal goed, Gerard. Maar je mag wel fluiten, maar je kunt weer krijgen. Heeft het ook geholpen, zeg maar, dat je scheidsrechter bent, dus ook wat fitter bent, dat je dit wat makkelijker hebt kunnen doorstaan? Dat denk ik wel. Dat denk ik wel, maar mijn conditie is nog goed. Ik train 3 keer in de week nog. Nu nog. En alleen, ik zit nu meer onder de mensen. Vroeger ging ik dus op een gegeven moment 10 kilometer hardlopen door de Averietweg en zo, door de bossen van Grindelo. Dat doe ik niet meer. Dat durf ik niet. En want u zegt van, u mag nog wel, in principe nog wel fluiten, maar u kunt het weer krijgen. Wat is dan de afweging, zeg maar, waar bent u bang voor? Dat ik weer krijg en dat ik op een gegeven moment wat gebeurt bij de jongens in het veld. Dus het is echt uw eigen keuze geweest om te zeggen? Het is mijn eigen keuze geweest, want ik wil niet op een gegeven moment neervallen als die kinderen van 13, 14 jaar dus voetballen. Maar dat was je lust in je leven? Ja, dat was het ook. Maar na 55 jaar moet je er een punt achter kunnen zetten. Ja. Wat doet u nu dan om de tijd door te komen? Ik heb werk zat. U ziet er, mag ik dat zeggen, u ziet er nog super fit uit ook voor een 83-jarige. Ik was gisteren nog ergens en die zei op een gegeven moment van, je bent nog geen 80. Ik zei, wil jij de jaren erbij hebben die ik meer ben? Ben je 81 dan? Ik zei, nee, ik ben 83. Dus die 3 jaar mag je van mij hebben dat ik 80 ben. Ja. Dat vind ik echt mooi. Ja. Dus ze zeggen ook niet dat ik 83 ben. Ik heb een goede conditie. Ik, gistermorgen heb ik een uur getraind bovenop zolder op de loopband. Ik heb een loopband en ik heb een home-trainer op zolder. Is er een kans dat die hartritmestoornissen, kan zoiets overgaan? Dat u weer op veld gaat staan? Of gaat u? Nee. Dat gaat niet meer gebeuren? Nee, dat gaat niet meer. Nee. 55 jaar ook op het veld gestaan. Heeft u ook prijzen daarmee binnengesleept? Heeft u oorkondes gekregen van de KNVB? Ik heb dus op een gegeven moment van Beatrix heb ik koninklijke onderscheiding gekregen in 2004, dacht ik. Ik heb een gouden KNVB speld. Ik heb een gouden COVS speld. En naar die doos van mij nakijkt, wat er allemaal nog verder in zit. Voor 10 jaar en 15 jaar en 20 jaar, ik weet het allemaal niet. Was het dan die 55 jaar ook echt waard? Ja. Ik had niet anders willen. Gewild. Dat is hartstikke mooi. Hartstikke mooi. Mooi. Ja, ik heb een hele mooie carrière gehad. Was mijn lust en mijn leven. Ja. En dan moet je op een gegeven moment zeggen, in verband met gezondheid, moet je niet langer verder gaan. Moet je stoppen. Gerard, mogen wij je namens de voetballers bedanken voor die 55 jaar? Ja, mag. Nou, bij deze. Dank voor de inzet als scheidsrechter. En dank ook voor je komst hier, voor je openhartige verhaal. Ja. En succes met zoeken die hoef je niet meer te zoeken, maar succes met de invulling van je tijd dan nu ook. Ja, heb ik geen enkel probleem mee. Heel goed. Nee? Dank. Ja, alsjeblieft.